en wat we hier samen tot stand brengen. En in het begin was het nog te vaak als de Calimero, de afzetting tegen de Randstad in Amsterdam. En soms kan je niet helemaal laten, met als hoogtepunt toch de titel van PSV laatst hier op het Stadhuisplein. Daar kijk ik nou met genoeg op terug. Ja, ja. Maar ik vond een van de mooiere momenten vond ik het Wonder van Eindhoven. Dat festival werd gevierd in het hart van de culturele elite van Amsterdam, in Paradiso. Een zaal vol geëmigreerde Eindhovense Amsterdammers. En u weet, ik heb ook twee van die zussen in Amsterdam, die ontkennen altijd eerst waar ze vandaan komen. Maar het viel me op in die zaal dat uiteindelijk ook aan het eind van de avond iedereen durfde te zeggen Eindhoven. Terwijl het natuurlijk, en dat denk ik vanaf wel een mooi moment dat het ook ergens anders geland was. En die trots, een stad leeft breed bij Eindhovenaren. In alle lagen van de bevolking, jong en oud. En dat is niet onbelangrijk. Als ik bijvoorbeeld bij neefje Simon, als die op het Museumplein zou zeggen, waar mensen vragen en waar kom je vandaan? Dan zou hij gewoon roepen Eindhoven. Die zal geen haar in zijn hoofd denken dat hij zegt Eindhoven. En waarom is dat toch zo van onschatbare waarde? En die trots is niet alleen Eindhoven. Ik zie daar regionale bestuurders zitten. Kijk, als u met ons praat, dan bent u iets anders. Maar eigenlijk, als die trots van Eindhoven, delen we allemaal. En we delen als hele regio delen we die trots. En daarom maken we met z'n allen stappen voorwaarts. En de rest van Nederland ziet het en weet ons nu ook te vinden. En dat is heel erg belangrijk voor mensen ook. Want waarom is, als je je schaamt waar je vandaan komt, maak je jezelf klein. Durf je niks te ondernemen. Maar als je trots bent op waar je vandaan komt, krijg je zelfvertrouwen en durf je initiatief te nemen en voel je geaccepteerd. Voel je niet als je ergens vandaan komt, als je waar je schaamt, dat je eigenlijk niet voor je. Dan voel je niet geaccepteerd. En in deze tijd weten we hoe belangrijk het is dat mensen zich geaccepteerd voelen, durven initiatieven te nemen. En ik denk dat dat een hele belangrijke waarde is geweest. Rob, ik heb al die tijd heel veel plezier met je gewerkt. En ik ben ook een beetje trots dat we het samen hebben mogen doen. En 40 jaar geleden met de IS. Toen een tijdje in de Tweede Kamer en nu een tijdje hier. Dus ik ga ervan uit dat we vast nog wel een nieuw projectje in de toekomst weten. Het gaat je goed. Hetzelfde bejaardenhuis. Ja.